Goedemorgen, het is weer woensdag. De nieuwste koffiebreak met vandaag Dries van den Enden. Hij gaat zichzelf zo voorstellen. En ik las een kop boven een artikel van hem waarin hij iets zei over toenemende dynamiek. Nou, daar zitten we wel in coronatijd. Dat artikel dat ging over toetsen en beoordelen. Er zit ook wel iets anders in. Er zat iets in over ja, samen, zei hij veel over. En over betrokkenheid die omhoog ging. Toen was ik eigenlijk een beetje in de war van ja, dat toetsen en beoordelen, dat zijn vaak losse processen. En hoe komt hij nou bij die betrokkenheid? Dries, zou je jezelf even kort willen voorstellen? Ja, zeker. Goedendag. Mijn naam is Dries van der Ende. Ik ben een docent bij Fontys Hogeschool ICT. En daarnaast hou ik mezelf ook bezig met een stukje onderwijsontwikkeling en innovatie binnen de Club iFontys. En help ik ook mee aan het programma Hybride Leeromgevingen binnen onderwijs en onderzoek, de dienst onderwijs en onderzoek bij Fontys. Oké, okay, nice. Klinkt goed. Jouw artikel viel mij op. Dus ik was eigenlijk een beetje in de war, want ja, het klassieke toetsen en beoordelen, maar daar heb jij echt een andere visie op en ik ben echt nieuwsgierig naar de visie. Kom maar door. Yes. Ja, laten we beginnen dat beoordelen misschien al wat verouderde term is. Misschien kunnen we beter spreken van waarderen, helemaal in deze tijd. Hè. Dat stukje waardering is altijd fijn, met name als je met elkaar door een moeilijke tijd heen komt. Mm-hmm. Ik kom door mijn verschillende rollen kom ik ook in verschillende onderwijsonderdelen. En daar zie je verschillende maten van dynamiek terugkomen. En om daar een eerste vorm voor te geven, heb ik bedacht, het meest klassieke, voor de hand liggende model is het ouderwetse. Nou, ouderwetse, het wordt nog steeds veel gebruikt hoor, maar voor mij is dat misschien al ouderwets. Het toetsmodel gewoon van een tentamen waarin je 10 of 20 weken lang een voorafgesproken set aan instructie krijgt. En dat sluit je af met een eenmalig toets en dan kun je misschien nog een keer herkansen. En dat is het wel. Nou, een tweede vorm die je veel terug ziet komen is het portfolio, waarin een aantal leerberoepsproducten worden vastgesteld aan het begin. De student gaat in de loop van de tijd gaat hij dat portfolio vullen. Maar ja, als je daar heel erg op de korrel gaat beschouwen, voelt dat soms als een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Want nog steeds moet die student op het einde eenmalig beoordeeld worden. Ja, na tussentijds heeft hij dan wel wat ruimte voor feedback. Maar wat ik al zeg, het voelt nog niet helemaal als af, om het zo maar te zeggen. Ja. En de laatste vorm die ik in het artikel benoem is, misschien is het geen toetsvorm, maar misschien een wijze waarop je kunt je toetsen kunt gaan inrichten. En dat is assessment as learning, waarin eigenlijk ieder moment, de student kan ieder moment aangrijpen om feedback te krijgen. En ook dat als een stukje waardering toe te voegen, hè, met de feedback die hij krijgt aan zijn portfolio. Maar dan wordt het niet meer een portfolio als zijnde een samenvatting van dit zijn de einddoelen die ik allemaal gehaald heb. Maar dit is mijn leerproces waar ik doorheen ben gegaan. Ja, ja. Ik weet dat jij daar ook mooie sheets van hebt. Ja, dat klopt. Om te maken. Ik zal ze even delen. Even kijken. Zal ik hem even groot zetten. Ja. Ja. Hier is eigenlijk die toenemende dynamiek. Hè. Die probeer ik hier heel schematisch ook toe te lichten. Ja. Waarin de solid state, zoals ik hem hier benoem. Ik probeer ook een beetje weg te blijven van termen. Want dat ligt toch altijd gevoelig. Maar dit is wel heel duidelijk de situatie waarin er een klasseomgeving is, de docent staat frontaal, alles is vooraf bepaald, het is heel gestructureerd en dit is de set waarbinnen je opereert. Er is weinig of geen invloed eigenlijk van buiten. De docent heeft vanuit zijn expertise bepaald, dit is de inhoud die wij gaan behandelen. Ja, en dan langzaamaan schuift die dynamiek op. Ik probeer allerlei vormpjes te gebruiken waarin ik de ronde ovale vormpjes heb gebruikt als de buitenwereld die zich er tegenaan gaat bemoeien. Dan kun je organisaties zijn die een proefles komen doen of een inspiratiecollege. En de zeshoekjes heb ik bedoeld als onderzoekers
En dat kunnen onderwijskundigen of lectoraten zijn die zich langzaam meer en meer in dat proces gaan mengen. En dus dat de omgeving van de klas of het onderwijs langzaam beginnen te vloeibaarder beginnen te maken eigenlijk. He, steeds meer, en dat zie je ook, begint onderzoek een rol te krijgen binnen onderwijs. Maar die positionering is nog niet altijd even goed gedefinieerd misschien. Maar je ziet ook dat langzaamaan er steeds meer projecten er met studenten worden gedaan met die buitenwereld. Er worden hele teams opgezet. Zelfs docenten beginnen zich in zo'n team te zetten tot shared learning aan toe. En in die laatste fase heb je een soort... Ja, kun je nog spreken over een klaslokaal. Het wordt meer een leeromgeving waarin er eigenlijk een gaan en weer is van rollen, de roldiversiteit. Iedereen leert in het proces, maar er is wel zeg maar een soort cel bepaald waarin je een bepaald onderwerp nog gaat leren. En hoe dat onderwerp tot stand komt, dat bepaal je allemaal samen. Heb ik dat een beetje proberen te visualiseren. Ja, dus het, voor mij komt het heel erg over van, ook door coronatijd, vroeger hadden we het allemaal wel redelijk onder controle. En nu is dat al, in coronatijd ook al minder. Maar het is ook dat ik denk dat het onderwijs ook wel langzaam maar zeker daarheen is gegaan. Hè? Dus mensen moeten zich veel meer voorbereiden op juist die hele gekke maatschappij waar ineens allerlei dingen kunnen gebeuren. Maar wat ik nog niet helemaal heb, is dat jij zegt van ja, we moeten het veel meer samen doen. Dat snap ik wel, maar ook de betrokkenheid gaat omhoog. Hoe doe je dat dan? Want dat beoordelen en de betrokkenheid, daar ben ik nog niet helemaal uit. Ja, voor mij is dat een beetje een gevoel van afstand. Hè? In het eerste zie je ook het plaatje dat de docent die staat voor de klas en gaat eigenlijk geen relatie aan met de student, waarin je in het laatste stadium, op het moment dat je niet met elkaar in een relatie bent en iets opbouwt, ja, dan kom je daar ook niet uit om een complex probleem even op te gaan lossen. Als je dat niet samen doet, samen afspraken maakt, ja, dan wordt het ook lastig. Ik heb in mijn artikel een plaatje gebruikt, dat heb ik ook hier een beetje proberen te verduidelijken. Wellicht. Ja, en kijk, je kan er jaren onderzoek naar gedaan worden, denk ik. En het lijkt me ook heel leuk als dat gedaan wordt. Ja. dus dat is meteen een uitnodiging. Waarin ik in het tentamen is eigenlijk docent continu in de lead. Hè? Dat bedoel ik met de D. Mm-hmm. Die bepaalt aan het begin de einddoelen. Die bepaalt hoe de toets eruit komt te zien. Die bepaalt wanneer die toetsafname en hoe dat gebeurt. Die gaat nakijken en beoordelen, die analyseert en die interpreteert hoe dat hij zijn les vervolgens beter kan inrichten. Dus dat noemen we dan maar even, simpel gezegd, docent centraal. Ja. In het portfolio zie je daar al een verschuiving. Want ja, de docent bepaalt wel de einddoelen en hoe dat het portfolio eruit moet komen te zien. Maar de student kan wel al invloed uit gaan oefenen in hoe dat hij dat portfolio nou specifiek gaat vullen. Nou, het beoordelen vindt ook weer plaats bij de docenten. Maar ook uiteindelijk dat analyse, en dan heb ik het met name over die 3 cycli. In de eerste 2 cycli kan de student dus met die feedback ook weer verbeteringen doen aan zijn leerproces. En kan die cyclus dus gebruiken voor zijn leren. En dan kijk je dan naar het laatste proces. Daarin wordt juist ook weer die opdrachtgever. Dus de complexiteit neemt echt al toe, hè? Dus het aantal actoren. De student samen met de docent, samen met de opdracht die er is, bepalen samen hoe komt dit eind er nu uit te zien. Hè? Waar gaan wij naartoe werken dit komend semester? Dat wordt meestal opgeknipt in een aantal onderdelen. En die student is vervolgens in de lead om dat in te gaan vullen. Samen met dus de docent vaak wordt dat al coach of begeleider genoemd of tutor. Kijkt de student wekelijks van, hey, ben ik op de goede route? En kan dan ook samen met de docent weer feedback op kunnen halen. Kan dat analyseren, kan gecoacht worden. En kan dat ook weer samen met het bedrijfsleven nabespreken. En juist doordat die cyclus korter wordt, wordt de druk op het einde minder. Want je ziet elkaar al zoveel gedurende het traject. Op dit moment, hè, ik doe dit binnen mijn Mino al een aantal jaar. Ik weet exact welke student waarmee bezig is, hoe die erin staat.
waarom dingen wel of niet lukken, hoe we andere studenten elkaar kunnen laten helpen. Nou ja, het zorgt voor een hele andere dynamiek. Ja, ik begrijp het nu en ik begrijp ook dat in dit model dat jullie al hadden, dat jij al had, corona dus eigenlijk helemaal niet zoveel aan het opschudden ging. Hè? Dus het kon redelijk doorgaan. Oh, ik zie je nog even twijfelen. Ja, corona heeft wel degelijk impact. Hè? Het model waarvanuit we vertrekken is social engaged active learning. En we weten allemaal als geen ander dat om sociaal engaged te blijven, dan zul je echt wel wat energie in moeten steken in deze tijd. Dat geldt zelf al voor je privé. Laat staan voor iets wat een verplicht nummertje is, school of werk, om het zo maar te zeggen. Als ik collega's en of studenten wil spreken, ik moet afspraken plannen. Ik kan niet meer laveren in een open ruimte waar al die studenten zitten en zeg maar ad hoc interventies plegen op het moment dat het echt noodzakelijk is. De interventies worden nu helaas eigenlijk door de omgeving of door corona gepland. Dus ja, de hele rijkheid van de omgeving krijg je op dit moment niet mee. Maar goed, wat je zegt, doordat we deze systematiek hanteren en doordat er continu eigenlijk met elkaar gepraat, geëvalueerd en doorgepakt wordt, is er een soort natuurlijke overgang naar het digitale werken toe. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik digitaal werken ideaal vind, maar dat is neerleggen bij de situatie zoals die is. En ja, daar ben ik heel dankbaar voor dat studenten en ook organisaties, partners waarmee wij samenwerken, dat eigenlijk ook allemaal heel sportief oppakken. En in die zin merken we er weinig van, maar ja, het doet wel wat met je onderwijs natuurlijk. Ja, dat zijn waar iedereen, de afstand die we moeten houden. Ja, dat is natuurlijk, dat blijft. Ja. Dit vraagt heel veel van docenten qua tijdsinvestering? Nee. de tijdsinvestering, die verschuift, om het zo maar te zeggen. En ik heb een volgend plaatje, dat helpt misschien bij dat meedenken, ook in die cycli. Als je kijkt naar een regulier tentamen, daar ben ik al als docent, sta ik 2 uur voor de klas het studenten het uit te leggen. Dan is er nog 1 uur wat ik moet spenderen wellicht aan een stukje voorbereiding en aan een stukje vragen beantwoorden gedurende de lessenset. Dat is al 3 uur per week. En dan komt nog zo'n fijne toets op het einde. Dus er ontstaat een piek op het einde met al die toetsen die door al die docenten en studenten moet worden gemaakt en nagekeken. Dus dat zorgt met name tegen het einde van het semester meestal voor een behoorlijke belasting. Mm-hmm. En als je kijkt naar het portfolio, zoals we dat benoemd hebben, verdubbelt de moeite. Want dan is er niet 1 docent betrokken, mm-hmm. maar moeten er 4 ogen-principe hè, vaak. Mm-hmm. 2 docenten betrokken zijn bij zo'n portfolio-beoordeling. En doordat de documentatie diverser is geworden en de manier waarop de student het mag opschrijven en omschrijven ook eigenlijk zorgt voor een complexere laag, zijn de docenten er dus per student nog veel langer mee bezig voor het nakijkwerk. Mm-hmm. Met andere woorden, de piek op het einde ten aanzien van toetsen en portfolio's, denk ook als je dat in de wandelgangen bij docenten navraagt, is hoger. Ja. Ja, en in dit laatste model, wat ik heb proberen aan te geven, verspreid je eigenlijk die hele druk over de alle weken heen. Ik ben als docent misschien wel 3 uur bezig met de student, maar dat is al 4 uur, maar dat is dan ook iedere week. Ja. Daar komt niks bij, daar valt niks af. Ik kan redelijk goed plannen hoe dat de week er voor mij uitziet. En doordat ik eigenlijk de student zo vaak in hun proces en in hun groei eigenlijk zie, vertrouw ik ook op dat eindproduct, hè, dat goed komt. Zij zorgen zelf voor validatie en feedback. Zij maken zelf eigenlijk dat hele groeiportfolio tot het eind. En wij hebben meestal op het einde, noemen wij het ook eindgesprekken, niet eens meer assessment, waarin wij succesverhalen met de studenten delen en waar wij elkaar waarderen voor het proces waarin wij gezeten hebben. Ja. Dus ik heb geen piek meer op het einde. Okay. Ja. En ik heb liever de pieken tussendoor met moeilijke vragen of probleempjes die we samen met organisaties, partnerorganisaties moeten oplossen. Ja, oké. Okay. Nou, het is me helemaal helder geworden. Het artikel is ook heel lezenswaardig, dus die zal ik ook actief gaan delen.
Dankjewel voor je tijd. En een heel goed jaar natuurlijk weer. Want we zijn maar net begonnen. Dus veel plezier dit jaar. Gaat lukken. Dankjewel. Tot de volgende. Doei.